eindelijk mijn visitekaartjes binnen. Een must-have voor een trip naar China, zoals voor de Kantonver. Vandaag begon ik mijn dag met het voorbereiden van de schooltas van mijn kids en het inpakken van hun lunch. Mijn dochtertje werd wakker en nam mijn favoriete knuffel mee. Zo schattig. Terwijl ik de ochtendroutine afronde, zet ik een kopje cappuccino voor mezelf. Lekker. De kids brachten weg met de bakfiets en bij terugkomst kwamen eindelijk mijn nieuwe visitekaartjes binnen. Het hebben van visitekaartjes is essentieel en zelfs verplicht bij het ophalen van de bezoekerspas voor de Kantonver. Heb je dus nog geen visitekaartjes en je gaat naar een beurs toe zoals de Kantonver, laat ze dan simpelweg even maken. Ze kosten echt geen drol. Tussendoor kwam mijn jongste nog even langs om een knuffel te geven. Zo fijn om die snoetjes elke dag op deze manier te kunnen zien. Dit is toch al het grote voordeel van thuiswerken. Voor de lunch nam ik een maaltijdshake van Jimmy Joy. 400 calorieën, alle benodigde vitamine en mineralen en 23 gram eiwit. Wat wil je nog meer? Vanmiddag staan nog een paar afspraken op de agenda, waaronder een inenting bij de GGD en het ophalen van een paspoort, van een nieuwe visum en nog meer. Maar daarover meer in de volgende video.